wil wel gewoon zoveel mogelijk meer weten over het leger, want ik weet er zelf ook niet veel van, maar ik heb er wel interesse in. Dus gewoon een beetje meer kennis. Ja, dat is eigenlijk wel, ja. Ik denk dat mensen als die defensie en veiligheid direct denken van oh ja, politie en zulke dingen, maar jij gaat wel in een job waar jij een voorbeeldfunctie hebt en zo, en daar vind ik het mooie er wel aan. Ik wou altijd al deze richting ingaan en ik ging dat normaal dan later in opleiding doen, maar sinds dat deze richting is gekomen dacht ik van mijn kans pakken. Dus, wat mij eigenlijk echt aantrekt in defensie, ja, ik weet niet, het zijn meerdere factoren, dat is iets specifieks, maar ik denk gewoon hoe noem je dat? Ik weet het woord niet. Gewoon avontuurlijke eraan en dat je echt in verschillende situaties, dat je nooit echt een vast iets hebt. En ja, dat een beetje. Dat ik in het algemeen naar de medische kant toe, ik ben daar wel geïnteresseerd in. En ik vind het wel leuk om gewoon naar operaties bijvoorbeeld te kijken. Ik heb ook veel medische tv-shows, dus daarmee. En ik dacht, als dat gecombineerd kan met het leger zitten, waarom niet? Het beeld dat ik had heel anders is van wat ik op tv heb gezien en zo, dat die eigenlijk echt basisdingen doen om de patiënt gewoon stabiel naar de dokter te kunnen brengen. Mijn wens, ik was altijd een beetje bang om naar het leger te komen. Ik dacht altijd van, ik ga doodgaan als ik in het buitenland ga en zo, maar dat is eigenlijk niet echt. Ik ben wel meer geprikkeld om dat hier te komen, omdat ik weet dat, hoe dat ik het zie, zo familiebanden en het respect naar elkaar toe. Dus ik ben wel meer geprikkeld om naar hier te komen. En het is wel een beetje wat ik had verwacht.